Hier woont Dolly. 93 jaar, klaar om te stemmen en ik mag met haar mee vandaag. En omdat stemmen in deze tijd best een hele happening is en ook niet zonder risico, ben ik ook benieuwd of ze er een beetje zin in heeft. Want democratie is een feestje. Goedemorgen Dolly, dit is Emma van de vooravond. Bent u klaar om te stemmen? Ja, de eerste etage uit de lift meteen linksom. Zijn we er klaar voor? Hebben we alles? Ja. Paspoort check, ja, mondkapje check. Ik heb alles. Linksom. De deur. Ja, ik loop maar door hoor. Heeft u eigenlijk een beetje zin om te stemmen? Ja, waarom niet? Ik ga altijd stemmen. Rechtsaf. Maar waar stemde u op toen u 18 was? Ja, op de KVP. Linksaf. Ik heb ook nog eens op het CDA gestemd. U bent wel een partijhopper, Dolly. Ja, D66, dat was van Mierlo. Ja, van Mierlo. Daar, daar heb ik ook op gestemd. Vond u hem sexy, Hans van Mierlo? Nee, kijk, dat vind ik flauwekul. Er waren ook mensen die stemden op Den Uyl. Omdat ze hem sexy vonden? Ja. Maar is er ooit een politicus geweest die uw hartje sneller even door laten kloppen? Nou, eigenlijk niet, als ik er over nadenk. Nee? Nou, wanneer is kan nog komen, toch? Nu nog? Ja, god, Dolly, dat leven is een feestje. Ja, moet je luisteren, moet ik maar zin in hebben. Voorzichtig. Ja. Je moet omhoog. Ja. Bent u er wel eens mee bezig dat dit misschien wel de laatste keer zou kunnen zijn dat u stemt? Jawel, natuurlijk. Want die is 4 jaar verder is, dat haal ik niet meer. Maar als dit dan de laatste keer stemmen is, dan maken we er in ieder geval een mooi feestje van. Nou, dat is prima. Prima? Dat klinkt nou niet heel erg enthousiast. Oh, nou ja, wat moet ik zeggen? Hoi! Ja, precies! Jongen. Voor dat ene kruisje, hè. De tafel is net groot genoeg voor dat grote vel. Wat is het geworden? Ja, Partij voor de Dieren. Nou, kijk eens aan. Ik voel me net de koningin. Ja, maar dat bent u ook. U bent de koningin van Voorburg. Ja? Zeker. Woehoe, yes!